Marinus Dijkhuizen. Marinus Dijkhuizen. Marinus Dijkhuizen. Marinus Dijkhuizen. Yes. All I knew that he was a manager of Excelsior, or the coach at Excelsior. Only what I've read on the telly, and that's it, basically. Nothing else I can tell you about him. Nothing. Absolutely nothing at all. Never heard of him. He's a manager. He's supposed to be well respected in the actual teams that he's had over in Holland. But that's about all I can tell you about him. He got them through to the Dutch Cup semi-final, and. But no, it's exciting times for Brentford and Mariners, you know what I mean? Ja, het voelt heel vertrouwd gewoon. Dat ga je natuurlijk missen. Vertrouwd is altijd fijn. Nou, maar dat aan het voelen gaat nu natuurlijk een hele andere wereld komen. Dus het voelt een beetje je eigen plekje dit. Dit is jouw kamer eigenlijk, hè? Over een paar weken zit iemand anders, dus dat is raar. Ik weet nog goed dat ik de eerste keer hier ging zitten en dacht van, hé, hier had ik ooit wel willen zitten. Daar heb ik al een paar keer over nagedacht. En dan zit ik daar eindelijk. Natuurlijk vaak op de andere stoelen gezeten. Als videoanalist of als scouting of analist. Ja, één keer zit je daar op die stoel en bepaal jij alles. Dit is de plek van de hoofdtrainer zo. Plek van de hoofdtrainer, André Hoekstra zit daar altijd. Nou, Rob van Dijk zit daar zo, videoanalist. Dus Rob Mona zat hier dan. Vaak deur open, ik had liefst altijd alle deuren open, want dan kunnen spelers voorbij komen, gedag zeggen of af en toe een beetje naar binnen trekken. Maar gewoon dat alles open staat, iedereen aanspreekbaar is. Dus, want het is een klein beetje benauwd ook, dus dan ook de deur altijd open. Ja, en dan lekker aan de slag. En wat ben je nu nog aan het doen? Want je zit nu nog de laatste dingen ben je aan het overzetten. Ja, of je appartement aan het zoeken? Ik ben inderdaad een appartement aan het zoeken inderdaad. Mijn dochters en mijn vrouw hadden al een paar gezien op internet. Dus ik denk, ik zal even een paar uitprinten. Want ik ga morgen naar Londen. Die hebben natuurlijk ook wensen, hè? Want die willen in het centrum in de buurt zitten, dichtbij. Nou, dat is niet handig in het centrum. Want dat betekent dat ik elke dag anderhalf uur moet rijden naar mijn trainingsaccommodatie. Dus dat is niet handig. Maar die hebben zeker wensen en die moeten ook meedenken. Want ze gaan niet fulltime mee, helaas. Maar wel regelmatig overkomen. Dus ze moeten daar wel een mooi plekje hebben. Dat ze daar graag komen, dus dat is heel belangrijk. Ja, voor de rest ga ik mijn papier opruimen zo, mijn laatste training, mijn dingetjes meenemen, dingen weggooien. En dan zal ik zo. Want vandaag is echt je laatste dag ook? Ja. Ik ben echt officieel vandaag ook in dienst van Brentford. Dus het contract gaat 1 juni in, dus vandaag wordt ook mijn contract bij Excelsior ontbonden. En gaat in. En dan de laatste dingetjes doen, een handje geven vandaag. Ik heb spelers, staf allemaal afscheid genomen en vandaag bij Ferry en de medewerkers. En dan gaat het echt beginnen. Een raar gevoel lijkt me dat ook. Ja, het is een heel raar gevoel. Ook wel een beetje emotioneel. Ik had het zaterdag al toen ik bij Ibiza wegging en met die jongens dat ik al daar last van had. Ja, vandaag ook dat als ik wegrij vandaag, dan voelt het raar. Ja, zeker als je gaat opruimen, denk ik. Als je dingen van het bord gaat afhalen. Denk je echt van, het is echt, je had een analyse schema hangt er nog, weet je, het is in één keer dan weg. Dat is niet meer jouw plekje dan. En dat is wel heel raar, maar het is wel een geweldige herinnering die anderhalf jaar. En dat ga ik gelukkig door de voordeur weg. Niet ook leek met de prestaties, maar ook hoe het proces gegaan is van de afkoopsom en alles hoe we samengewerkt hebben. Dus dat betreft kan ik altijd weer door de voordeur terugkomen ook. Dat ga ik zeker regelmatig doen om een wedstrijdje te pakken. Marinus Dijkhuizen wordt per direct trainer van eerste divisieclub Excelsior. De oud-voetballer van FC Utrecht wordt de opvolger van Jondal Thomasson. Die vertrekt naar Roda JC. Marinus Dijkhuizen die heeft nu al een fantastisch jaar. Want dat is de opvolger geworden van Jondal Thomasson bij Excelsior. Het is een jonge beginnende trainer in het betaalde voetbal. Ik denk dat Marinus op amateurniveau genoeg bewezen heeft dat hij een organisatie neer kan zetten. En dat hij zijn sporen erin wel verdiend heeft met zeker ook een club met minder mogelijkheden. Dat is bij Excelsior niet anders. Het is een jongen die de club heel goed kent. En qua persoon en qua visie past hij gewoon heel goed bij Excelsior. Ik had het wel goed naar mijn zin, maar bij de meer in Utrecht. Maar ik had mijn diploma gehaald, dus ik wilde wel uiteindelijk hogerop. Ik had even het gevoel van, dat moet nog een tijdje geduld hebben. John Daal had het voor 2 jaar getekend. Ja, dan kreeg ik niet zo gauw ergens anders de kans. Dus het kwam onverwachts. Maar, ik kreeg al allerlei geluiden. Ik had veel contact met Rick Kruijs. Hij was mijn assistent-trainer van we hebben best een goede ploeg en er zit wel meer in. Ja, en ook mijn club, dus je kent de club, dus het is makkelijk instappen. Ik
had natuurlijk met Excelsior het jaar daarvoor al in gesprek geweest, samen met Thomas van de kandidaat. Want Flemings in één keer wegging, dus toen werd het hem niet. Topos, SVOS gesolliciteerd, niet bij de laatste drie. Ja, voor de rest waren er eigenlijk niet zoveel plekjes vrij, eind van het seizoen, begin het nieuwe seizoen. Dus, Zouden ze bij FC Os nog spijt hebben achteraf? Ja, ik kwam Michel Rook toevallig tegen met de uitreiking van speler van het jaar en Jupiler. Die zei al van ja, spijt komt altijd naar de zonde. Dus dingen lopen zo. We hebben 2 januari eerst overleg gehad met de technische staf. En dan laat je even goed bijpraten door iedereen. Ja, voor de rest stond heel snel Feyenoord op programma al zondag. Excelsior, onder leiding van de nieuwe trainer. Marinus Dijkhuizen wel in de sterkste opstelling. Dus met Veldwijk als de nummer 9. En uiteraard de uitblinker van de Kralingers, Lars Hutte, op 10. Hutte. Vindt op links Botaka. Woudenberg, de Feyenoord-huurling, komt er overheen. Weer Hutte. De aanname is net niet goed genoeg. Congolo, basisspeler, voorkomt een Kralingse goal. En Dijkhuizen laat zich met zijn ploeg gelijk zien in de Kuip. Kans voor Bakal. Wordt hij ooit weer eerste keuze in de Kuip? Ja, dan moet hij dit soort kansen echt wel gaan maken. Goede voorzet, Congolo. De tweede helft dan, net zoals gezegd. Veel nieuwe spelers, 20 om precies te zijn. Alleen Ouazar bij Excelsior, Congolo bij Feyenoord. Zij blijven staan. En de Kralingers met een kans. Erwin Nuitink op de lat boven Ronald Graafland. Goede poging van Excelsior, maar geen doelpunt. Overtreding Bergfens op Vujena in de slotfase van de wedstrijd, in de laatste minuut. Bergfens is het er niet mee eens. Vujena neemt hem zelf. En dan is de bal toch gebroken. Dan is het toch Feyenoord dat scoort. En kijk naar die enorme blijdschap bij Tony Vujena. Het is maar een oefenduel, een benefietduel. Maar hier zie je frustratie. Een speler die het niet goed deed in de eerste helft van het seizoen. En nu een lekkere goal maakt. Heb je die hele wedstrijd dan wel eens gewoon op de tribune gekeken, om je heen gekeken, dat je gewoon in de Kuip je debuut hebt gemaakt als hoofdtrainer van Excelsior? Nou, ik weet wel dat ik een paar keer om me heen heb gekeken en gelijk kon genieten van de omstandigheden. Zeker omdat het zo snel gaat, onverwachts. Maar dan zit je, nou, de dag ervoor zit je al een persconferentie een keer met Pelle en met Sander Fischer en met Ronald Koeman in één keer in de Kuip. Ja, dat is wel trots, maar ja, ik bleef wel aardig rustig. Dat verbaasde mezelf wel, want dat ging heel snel. Maar ik vond het vooral een geweldig podium gelijk. Dus ja, rustig observeren. Hoe kan het dat Excelsior voor de winterstop in de competitie nooit meer dan 2 keer achter elkaar won? En dat diezelfde ploeg nu de laatste 4 wedstrijden heeft gewonnen? Het antwoord ligt in 1 kleine tactische omzetting van de nieuwe trainer Marinus Dijkhuizen. Nou ja, onder Thomasson was het allemaal heel compact en erg op de verdediging gericht. En hier onder Marinus Dijkhuizen spelen we iets hoger. Dat is een moment van Sparta uit. Wij uiteindelijk natuurlijk in het wit. 2 rijtjes van 4 in de zone, verdedigend. Middenvelders 2 rijtjes 4, prima in de organisatie. Ja, en op dit moment wordt het moment zijn druk bepaald. Lars gaat doordrukken. Hier schuiven we iets op. Daar blijven we rondspelen. Maar hier blijven we in de zone met 4-4-2. Uiteindelijk die bal diep gespeeld en is het balverovering omdat het buitenspel is. Dit is een moment van na de winterstop, half februari, 14 februari, Eindhoven thuis. Weer een achterbal voor de tegenstander. En in dit geval staan we al een stuk hoger. Jeff gaat vanuit druk en dan moet Sander Fischer moet voor mij al half ertussen ingestaan. Waardoor hij al door kan dekken. En dit is helaas geen balverovering, maar dan zie je dat we eigenlijk veel hoger staan dan daarvoor. En dat is ja, een accentverschil voor de winterstop. Ik heb eigenlijk Lars Hutte vrij snel eruit gehaald op nummer 10, omdat ik vooral in zijn omschakeling vond ik hem heel zwak. En dan werd daar Jeff Stans neergezet. Ja, dat bleek al heel snel een hele goede keuze te zijn. Je hangt nog een beetje achter dat de klaar wordt, maar dat was het eerste echte succes voor jou bij Excelsior, denk ik, hè? Ja, gepromoveerd 2005 volgens mij met ja, onderlijn 2005, 2006. Ja, Luigi Branci die daarop staan, Rafi. Ja, en hier voor ja, 18 mei, dus dat is wel bijzonder dat je als speler en als trainer dat hebt kunnen meemaken.
Dat maakt het wel mooi. Dat maakt het ook wel dat dit een beetje jouw club is, denk ik? Ja, nee, zeker. Ondanks dat je hebt Cambuur een goed gevoel in Utrecht. Ja, dat klopt. Ik heb hier twee keer gespeeld. En inderdaad, als trainer de kans gehad nu om te debuteren. Ja, en als je dan dat soort dingen ook mede aan het succes staat. Ja, dan maakt het heel veel gevoel. En dat maakt nu ook mooi dat je nu weggaat. Aan de kant, die herinnering is wel fantastisch. Als je altijd hier terug kan komen, dan denk je van ja, ik ben hier twee keer gepromoveerd. Dat is wel heel mooi. Je vroeg me trouwens af, hè, 2005, 2006 of vorig seizoen? Wat was eigenlijk mooier met promoveren? Ja, ik vond deze toch mooi, omdat je toch meer invloed hebt als trainer. Als spits ook wel een beetje. Wou ik zeggen? Ja, dat klopt, zeker wel. Maar dit was heel mooi om mee te maken. Met zo'n korte tijd met elkaar gaan doen. En dan heb je wel veel meer invloed dan als speler. Dus dat maakt het wel veel interessanter, maar ook intenser, vind ik. Hoe staat het met de wedstrijdspanning, Ferry? Die is absoluut aanwezig. We hebben nog niks, maar we zijn een heel eind op weg. Heel mooi jaar na een teleurstellend jaar. En dus ik denk dat iedereen trots mag zijn dat we staan waar we staan. Maar het is niet genoeg. Dus we moeten nog even 90 minuten vlammen en dan is het een feest van iedereen. Ik ben nu zo dichtbij. Laatste wedstrijd, alles op spel. Dus er zit wel spanning op. Maar ik kan ook wel genieten van de sfeer en de omstandigheden. Het blijft bijzonder, hè? Je bent een half jaar geleden begonnen als trainer bij Excelsior. En nu de weg naar de Eredivisie ligt eigenlijk open. Ja, het is een mooi verhaal. Alleen we moeten het nu afmaken. Dus er kan nog alles gebeuren. We hebben een hele mooie uitgangspositie. Maar we gaan met aanvallende intenties gezien de opstellingen starten. Dus zorgen dat we niet hun in de wedstrijd helpen. We waren fit, we waren scherp, we waren vertrouwen. De zon scheen, alles klopte. En ik kon erg zeer goed, omdat ik daar voor de winst op ook één keer per dag aanwezig was als spitsentrainer. Dus ik wist wat voor mogelijkheden we hadden. Ik was inderdaad overtuigd dat wij gingen daar scoren met onze kwaliteit. Ja, dat klopt ook. Dus het was een bijzondere dag. Rami richting Veldwijk. Komt hij daar? Ja, daar is hij! Jongen, jongen, jongen. Vierde minuut wedstrijd. Excelsior op voorsprong. Ik heb heel even het gevoel gehad, in de rust was het ook een licht paniekerig in de kleedkamer. Even tot de rust gemaakt van niet in de war raken. En toen kreeg ze gelijk een hele grote kans naar rust, de 3-2. En dan, toen was het wel echt maar even zweten. Maar daarna, na een minuut of 10, had ik wel gevoel van dit komt wel goed. Kotaka. Ja, goede reactie van Dijk. Half Joachim, nou Joachim! Niet een achterstappen, de andere is ook een achterstappen, die wil ook nooit op de voorgrond. Weet je, blikken zoeken op de tribune naar je familie en ik zat dan Wouter ver te kijken, die zat al te genieten. Ja, die ken je natuurlijk ook goed. Dus dat is al een beetje intens genieten van de momenten. Bij je eerste klus meteen promoveren. Het is afgelopen. Excelsior is terug in de Eredivisie. En dat is dik en dik verdiend. Excelsior dus terug op het hoogste niveau. Gegeven stond op het veld en dat ik Lars Hutten kwam roepen
Lars Hutte, eigenlijk wel mooi. Hè? Die jongen die ik eigenlijk gepasseerd had, die kwam me roepen van trainen. Je moet even de kleedkamer inkomen. Ik dacht, nou, nu komt het natuurlijk, dan weet ik wat er gaat gebeuren. Dus ik de kleedkamer in, natuurlijk had ik een emmer bier en weet ik het ook nog. En toen hebben we echt even zo'n feest vieren met elkaar, zeg maar. Dat vond ik wel een heel mooi momentje. Wat een rust, trainer. Ja, ik zit voor eerst even op mijn telefoon te kijken. 356 berichten, dus die ga ik morgen of overmorgen even beantwoorden. Even rustig aan, maar wel even genieten van alle tweets en alle berichten. Ja, dat is natuurlijk leuk. Deze is een paar felicitaties voor. Ik zal eens even kijken. Ik had eerst al van mijn analist, Marcel Keizer, die wat om 3-1 al gefeliciteerd. Het is te vroeg een beetje, hè? Ja, van harte gefeliciteerd. Schitterende prestatie, Dijk. Ja, dan hadden we toch wel goed gezien. Ja, heel veel jongens van Montfort waar ik een paar leuke jaren gehad heb, die nu ook weer feliciteren. De meer collega-trainers zie ik voorbij komen. Mijn leercoach Wim van Zwam, vorig jaar mijn leercoach bij de cursus. Dus ja, dat zijn leuke dingen. Ja, dat is een beetje wat je nu aan het doen bent, even alles laten bezinken. Ja, even rustig een biertje en even na de eerste emoties laten bezinken. En ook even genieten van de berichten van de mensen om je heen. Ga je alweer zo snel richting Eredivisie, want in één keer moet je weer schakelen als club, als staf. Er moet van alles gebeuren, er moeten spelers bij een hoger podium. Ja, avontuur, we wisten niet waar we begonnen, spelers ook niet. Meestal hadden we daar niets gespeeld, dus we wisten niet wat te wachten stond. We hadden wat spelers gehaald, maar eigenlijk een beetje met dezelfde kern gingen we weer daarin en zoeken. Hoe ga je spelen? En, nou ja, we beginnen gewoon zoals we geëindigd zijn. Gewoon lekker aanvallend en goede organisatie. Dat was de insteek. Tot Roda? Ja, tot Roda. Toen werden we 1-4 bij Barendrecht weggespeeld. Klopte niet veel van, ook tactisch niet. En ja, we werden gewoon, hadden de ervaring van de Eredivisie. Gewoon overtroefd. Gaan zitten met André, met name ook Robert Molenaar, de specialist op verdedigergebied, van nou, hoe moeten we het anders doen? Ja, toen kwam we wel vrij snel tot de conclusie dat we toch wat meer in moesten gaan zakken, wat meer vanuit de zone gaan spelen. En dat was de eerstvolgende training, hebben we dat uitgevoerd. Met name Robert Molenaar heeft daar ook een grote rol in gehad, moet ik zeggen. Was dat niet heel snel, want je hebt één wedstrijd gehad tegen Roda dat je met 4-1 verliest. Dan kan je zeggen, ja, weet je, ik heb vertrouwen in mijn systeem waar we mee gepromoveerd zijn. Maar je hebt al vrij snel besloten na die 4-1 van nee, dit is niet goed. Ja, oké, maar je gaat naar een hoger niveau en je hebt daar niet zoveel ervaring in met spelers. En je weet wel dat je niet de beste ploeg hebt qua kwaliteit. En dan kun je beter wat verdedigend beginnen. En dan vanuit kijken hoe het seizoen loopt om dan weer wat aanvallend te gaan spelen. Dan dat je het andersom doet, denk ik. Het vertrouwen, zeker als je nieuw bent in de Eredivisie, is zo belangrijk bij je eerste overwinning. Ik weet met Montfort door de eerste hoofdklas ging spelen. Gewoon in Kozakkenbosch thuis. Ja, dat was zo belangrijk. Dus die ervaring pak je dan. Dus eerste keertje winnen en dan zien we wel. Maar ja, uiteindelijk hebben we niet vaak afhandelen gespeeld. 1 keer Zwolle en dat ging behoorlijk mis. Dus dat was een goede les. Ben je blij dat de voorbereiding erop zit dat we het weer over echte wedstrijden gaan hebben? Ja, zeker. Ik denk dat de spelers dan wel blij zijn. Omdat je als trainer net even wat meer te doen hebt. En ja, soms wil je wel eens een weekje extra hebben. Maar die spelers zijn er wel naartoe. En na 6 weken voorbereiding, alle potjes gehad. Ja, ik was er zelf als speler ook al klaar mee. Als trainer heb je dat iets minder. Maar ja, kijk er wel naar uit. Ouassar. En Van Weerdraant om te schieten is er niet of nauwelijks langs Van de Weg. En dan een penalty. Ja, Van de Weg maakt de overtreding. En de bal gaat op de stip.
is een strafschop te stoppen. Stans, nee, hoewel Tarawelaar verdraaid dichtbij zit. Dekkers de fout in. En dat wordt genadeloos afgestraft. Dus dat we hier konden winnen. Tuurlijk kun je ook verliezen, ook gezien het spelbeeld, kan er beide kanten op. Maar het verrast me niet. Je kan wel hier wel mee verder als trainer en conditioneel is goed, maar ook voetballen blijkt dat we waarom mee kunnen. Dus dat geeft vertrouwen voor de ploeg. De opening van Diermen, Karami. Stans, is Karami er langs? En we nog een keer terug. Wat is hier veranderd? Valt hij van Pontaka? Van Michem, Stans voor het doel, Van Weert voor het doel, Van Michem zelf, dat kan ook! Van Michem! Van Weert zat er nog aan en schijnt officieel dus nu de 2-0 te hebben gemaakt. Oh, die gaat erin! Oh ja, die gaat erin! Komt in een heel illustre rijtje, keepers! En daar is de 2-2! De vrije trap van Van der Linden en het doelpunt van Sven Nieuwpoort. Er is alweer gefloten. Penalty! Hij geeft de strafschop aan Excelsior in de slotseconde van deze wedstrijd. Lukt het Fischer ook? Ja! Ja, ik kijk nog niet veel naar andere ploegen, maar het is wel een lekker begin. 4 punten, de eerste wat we nu zo snel mogelijk hebben. Zo'n thuis kan boeken is geweldig, voor het moraal weer. Geen schade opgelopen, dus wat dat betreft, ja, eigenlijk kan het niet beter. En dit is een dodelijke terugspelbal. Dit is voor Brito de derde misser binnen 10 minuten. En in dit geval kan ook Dame daar niets meer aan repareren. Van Michem, dat is een strafschop. Ja. Een geheide. Op de doellijn Telgenkamp. Daar loopt Van Stans. En het staat onberustelijk 1-1 op Woudestein. Stans weg. En dat is de controle. En een geweldige goal van Stans. Uit stand trapt hij die bal alsof het geen enkele moeite kost. In de derde minuut naar rust, ver buiten bereik. Van Michem, ja hoor. Dus, ik heb de stand niet gezien, maar ik denk... Vierde, nou kijk eens aan. Dus ja, geweldig. Mooie avond voor de club Excelsior, voor de groep, voor de trainer. Het was genieten. Castaños. Goed, de bal op tijd teruggegeven aan Evensilio. Castaños doorgelopen. Castaños met de eerste mogelijkheid voor Twente. En wat schiet hij een fantastisch binnen. Marsman, slordig. Levert hem zo weer in bij Bruins. Bruins en het overstapje van Al-Assar. En daar is de 1-1. Zomaar pas, boom. Aardige voorzet. Aardige voorzet. 2-1 Excelsior. En Stans weet wie die moet bedanken. Nou, ik ben wel positief verrast. Dat ze zo lang zo goed kunnen spelen tegen zo'n goede tegenstander. Het is wel een logische, logisch is makkelijk gezegd, een vervolg van hoe we bezig zijn met elkaar om steeds beter te worden. Veel aandacht besteed aan het balbezitverhaal afgelopen weken. Ja, als je dat zo snel terug kan zien op het veld, dat betekent dat die jongens enorm leergierig zijn, het enorm goed oppakken en vooral met elkaar bezig zijn. Dat is echt geweldig. We hadden een heel gunstig programma, daar was ik blij mee. Met de Heracles, Eagles, NAC in de beginfase. Dus dan weet je, we kunnen eventueel punten pakken als we goed zijn. En dat deden we ook. En ja, dan kan je als trainer, dat maakt het allemaal veel makkelijker. Gewoon een nieuw begin te zeuren, vertrouwen. Gelijk gevoel van, die jongens hadden van tevoren al trainen willen 15 worden rechtstreeks handhavers. En dat is een mooie doelstelling. Geen idee of dat realistisch is, een mooie doelstelling. Zo vertrouwen dat in de ploeg. Ja, als je dan wint snel, ja, dan komt dat geloof ik ook heel snel. Ja, maar toen kwam die winterstop? Ja, nou, we begonnen heel sterk. Heracles uit, 0-3. Eigenlijk was het echt de laatste 8-9 wedstrijden. Op het moment dat we er bijna waren, kwam de klat in. We hebben heel zo'n tenen gelopen, dus conditioneel werd het moeilijk. We hadden blessures, we gingen minder spelen. Het werd steeds moeizamer. Puntjes werden niet meer puntjes, maar we hebben net verloren in de laatste minuut. Dus mentaal een paar opdreunen. Dus ja, dan moet je wel ook eens trainen vol aan de bak om dan toch
punten blijven halen. Ik realiseer me wel, denk als wij na competitie gaan spelen met deze ploeg, wordt het heel lastig. Omdat dan wel echt het pijpje een beetje leeg is. Het is wachten op een beslissend moment. Hier Lieder nu met zijn kans en het doelpunt ook. Daar is hij, de openingstreffer voor Dordrecht via Mart Lieder. Vrije trap is van stand. Achterin is Bovenberg met een vrije kopkans. Over het algemeen doen we het goed. Tegen onze directe concurrent winnen we over het algemeen. Ja, tegen Dordrecht helaas niet. Dus dat hoop ik niet dat het ons uiteindelijk op gaat breken. Balbezit Hamouts, die kan uithalen met links. Bal stuit op wat? Die vliegt binnen. Het is de voorsprong. En de wedstrijd gaat door met Bruins. Die hem per ongeluk terugkrijgt van Peters. En dan Van Weert maakt de goal. Onwaarschijnlijk weer Van Weert. Geen buitenspel, dus dit is 2-1. Zou je toch denken, dat is inderdaad het geval. En Sahar gaat de wedstrijd hier op slot schieten. Gaat hem beslissen, want hij maakt 3-1. Gaudier en het hakje nog. En de, ja, 3-2. Er is niks aan de hand. Maar ja, het is, je moet elke week best goed zijn om een punt te pakken op dit niveau. Dat weten we en dat zijn we helaas nog niet elke week. Dus genoeg te doen nog. Met zoveel lengte in de ploeg en dan is het Kramer die de droogte doorbreekt na 4 wedstrijden niet hebben gescoord. Stans Al-Azhar, vrije schietkans Al-Azhar. En de eerste, de beste, serieuze mogelijkheid voor Excelsior zit er meteen in. Er staat er een pootje aan de andere kant te wachten. Dit is natuurlijk een veel mooiere bal. En er staat 2-1 voor Excelsior. Alberg, mooi gespeeld. Die gaat schieten. Alberg plaatst die bal. Prachtige goal. Wat een magnifieke goal. Eduardo, weer hoog. Weer zoeken naar Kramer. Komt voor zijn bal en scoort. In de slotminuut van de wedstrijd bezorgt Kramer ADO een 3-2 overwinning bij Excelsior. Kijk aan, zeker tegen een directe concurrent. Kijk, gelijkspel, waren we niet tevreden geweest. Maar dan blijf je daar waar staan en dan hou je je gat. En nu gaan hun over ons heen en ben je gewoon serieus in play-offs gevaar. Stans, Al-Azhar over de ruimte. Al-Azhar moet hem maken en dat doet hij ook. Mooi doelpunt van Al-Azhar. Van de streek, kappen en schieten. Ook Betje. En de redding van Coutinho is geweldig. Oh, alsnog. Ze geven het weg. Als dan de 3-4 in eerste minuut valt, dan is het zuur. Maar het hoort helaas bij. Ik heb zelf wat ontspanning op programma staan, gelukkig. En zondags heb ik wel Utrecht-Twente op programma staan om Utrecht te analyseren. Maar dat is vlakbij voor mij, dus dat ga ik lekker met mijn dochter even lekker kijken. Dus dat is ook ontspanning. Nee, dat wist niemand. Maar ja, vanaf april was ik in gesprek met Brentford. Dus eigenlijk in de zwaarste fase van de competitie. Cambuur uit en dat soort ploegen. Utrecht uit, waar we uiteindelijk vader spelen. De volgende dag zat ik in het vliegtuig naar Brentford toe. En dat wilde ik ook per se stilhouden. Dus alleen Wouter Ver waren op de hoogte. En ja, dan ben je in je hoofd super druk. Want ja, het kost van alles erin blijven. Dat was het allerbelangrijkste. En dan Brentford moest je een belangrijke beslissing nemen. Dus dat was super zwaar, ja. Rechtstreeks gebeld, vrijdagmiddag, 9 april, Engels nummer, neem me even op, ik weet ook niet. Ja, die begon in één keer over sollicitatieprocedure op zoek naar een nieuwe hoofdcoach. Of ik mee wilde draaien met de sollicitatieprocedure, ja, dat was dus Brentford. Hij zei, ja, op basis in eerste instantie is jouw grafiek vanaf 1 januari 2014 bij Excelsior springt eruit voor ons. Er zit een heel groot bedrijf bij, onder, Smart Odds heet dat. Ja, daar ben ik geweest. Ja, die houden gewoon van elke competitie, houden ze alles bij. Op iedereen zit een fulltimer waar ze alles bij houden. Ze hebben alles in kaart. Dus ik zei ook, nou, laat me grafiek gaan zien. Nou, daar zat inderdaad een redelijk opgaande lijn in. Maar wat was dan die grafiek? Wat zag je daar dan? Nou, we geven overal dat de prestaties bij Excelsior opvallend zijn ten opzichte van het budget en de competitie, zeg maar. Dus ze hebben alles in kaart. Ze hebben dus budgetten in kaart, ze hebben de mogelijkheden van clubs in kaart en daar hangen ze allemaal wiskundige modellen aan, waardoor ze, zeggen ze, alles kunnen vergelijken met elkaar. Dus ze kunnen de tweede Bundesliga vergelijken met de championship. Hun schatten bijvoorbeeld de tweede en derde Bundesliga heel hoog in op hun waardes.
Dus ze denken wel wat anders over voetbal. Dus ze geven bepaalde kwarteringen aan het team aan de hand van kansen voor, kansen tegen, niet op balbezit. En daaraan komt een kwartering uit. En daar, op basis daarvan maakt ze eigenlijk een ranglijst. Ja, mijn grafiek schoot eruit en toen zijn ze gaan informeren en mij benaderen. Ja, en daarna ben ik gewoon een hele zware sollicitatieprocedure aangegaan met meerdere kandidaten. Meerdere dagen daar geweest en gepraat over voetbal. Ja, uiteindelijk was ik hoofdkandidaat. This is the man they hope can take them one step further. Dutchman Marinus Dijkhuizen. They want to get better as a club. And the players want to get better with innovation. And I am a coach. Also, I want to develop myself. Former manager Mark Warburton embraced technology to deliver success. But even he felt the club was going too far with an increased reliance on statistics. One idea is that the director of football will text the new manager just before half time to tell him how his players are measuring up against their so-called key performance indicators so he can structure his team talk. When you're a coach and you are in the game, after the first half you probably have an emotional or your own analytical understanding of how you performed in the first half. And we think it's important that you have an objective analysis as well. Under their new manager, Brentford hope to prove stats a way to do it. Chris Legg, BBC London News. Wat was voor jou de afweging om te gaan? Ja, uiteindelijk een kans die je niet heel gauw krijgt, zeg maar met mijn status op dat moment. Ja, wanneer kun je nou trainer worden in een championship? En dan ik denk daar heel veel mensen of heel veel trainers van dromen. Of dromen is misschien een raar woord, maar ja, daar gaan de grote namen gaan heen. En de Engels is natuurlijk wel een beetje het Walhalla van het voetbal. Ik denk, ja, deze kans, dan zou ik spijt van krijgen als ik het niet zou doen. Maar je hebt wel getwijfeld. Ja, ik heb absoluut getwijfeld. Maar puur omdat ik het super zie met naam Excelsior. Qua groep, qua mensen, intern beleid is top. Ze hebben me kansen gegeven. Ik zou dit jaar weer Eredivisie spelen. En met thuis natuurlijk, dat is de moeilijke situatie. Want ja, we hadden vrij snel een beslissing van als ik ga, ga ik alleen. Ja, dat is nogal wat voor je family. Dus dat waren twee hele moeilijke keuzes. Terwijl anderen zeiden, oh, dat was een makkelijke keuze naar Brentford. Nou, dus zo makkelijk was dat niet voor mij. Nee. Pindakaas en vlokken. Nou, dat is een aardige bestelling dit. Ja, je mist toch je man, je maatje. En twee kinderen heb je natuurlijk. Ze zijn 5 en 11, dus dat is best pittig. Ja. Ja. Nou ja, ik heb natuurlijk ook mijn werk en van alles en nog wat en de kinderen school. En hij was natuurlijk al veel weg. Maar nu net dat ene stukje, dat merk je echt wel. Ja, weet je voelt je af en toe een soort van toch helemaal alleenstaande moeder. Omdat, ja, alles moet je nu in je eentje doen. Dus de dingen van school en ja iedereen heeft natuurlijk wel eens dat je kinderen achter het behang kan plakken. En dan kan je het samen doen. En bij elke dag. Nee, dat valt ook wel mee. Maar dan heb je natuurlijk wel eens, nou, als jij even dit doet of jij doet de een, doe ik de ander. En dat gaat gewoon niet meer. Dus dat is even een nieuw ritme zoeken. En had je dat van tevoren bedacht toen je tekende in Londen dat het zo zou zijn dat je dit gevoel zou hebben? Of dacht je dat het komt wel goed? Nou, ik denk in principe altijd dat het komt wel goed. En dat denk ik nog steeds. En dat komt het ook wel. Ja, je weet het natuurlijk niet echt waar je het over hebt. En ik was natuurlijk wel gewend vrijdags trainen, zaterdags wedstrijd met Excelsior. Dan zondags weer trainen, dan ging hij weer de tegenstander bekijken. Dus je bent al veel alleen. Maar nu is het wel anders. Maar goed, het is nog allemaal heel vers. Ik moet gewoon een ritme erin vinden, maar dat komt wel goed. Mij is makkelijker, omdat ik inderdaad echt een mega baan heb. Qua uren ook maken. Ik kan voor mij ook elke uur van de dag wel werken. Dus er komt zeker nu heel veel nieuwe dingen op je af. Dus het kost enorm meer energie. S'avonds ook vaak nog dingen doen. Dus dan als je dan even uur of 9 op de bank zit, dan is het even facetimen met mijn vrouw. En dan ben ik moe, dan ga ik slapen. Dus ik heb niet veel tijd om te missen. Tuurlijk heb je hier momenten dat het lastig is. Maar ik voor mijn vrouw veel zwaarder is, omdat ja, veel meer tijd om na te denken. En die tijd heb ik niet. Dus dat is op zich wel goed voor mij. En het ouderlijk gezag over Skype, hoe gaat dat? Of over FaceTime? Ja, dat valt niet mee. Soms moet ik inderdaad even optreden. Dat Chantal me daarin soms ook wel eens mist. Want de meiden zijn wel een beetje ondeugend hier en daar. Alleen hoe ze kijken zie ik nu al van
Dat ze het soms wel prettig vinden, papa niet is, geloof ik. Die is iets strenger dan mama. Maar ja, dan moet ik soms wel even naartoe spreken op FaceTime. En werkt dat? Jawel. Ja, werkt dat, Maarten? Ja. Ja, het werkt wel, gelukkig. Dus ja, dat werkt, gelukkig. Had jij nou van tevoren verwacht dat het zo snel zou gaan dat je man ineens in Londen zou zitten? Nee, natuurlijk niet. Ik weet het echt nog heel goed. Ja, ik was aan het koken en hij zei van, je raadt nooit wie heeft gebeld. Dus ik een beetje zo voor de grap, ja, nee, ik geef het op. Hij zei, ja, Brentford. Zeg ik, ja, Brentford? Ja, dat was ik toch, met pa en Mark en ik ben dat boek aan het lezen. Ik zeg, ja, je meent het gewoon niet. En nee, ik had gewoon zoiets, ja, moet gaan. Dat is toch fantastisch? Dat is een leuk verhaal, voorbij een biertje. En weet je, zo denk ik van, het wordt hem vast niet. Want ja, die zitten nou op Marien Stijkhuizen te wachten. Dat zeiden we allebei, hoor, voor de grap. En toen de tweede keer zelfs, en een presentatie maken. Nog allemaal heel serieus en ook leuk om mee te maken. En we hadden een etentje met allemaal vrienden uit Montfort. En heel gepland van eindelijk gaat het lukken. En die avond moest hij naar Engeland. Wij een beetje een heel verhaal. Ik moet de spelen bekijken. En eigenlijk nog prima. En toen uiteindelijk zeiden ze wel, ik zou maar serieus thuis gaan praten. En toen kreeg ik echt acuut buikpijn. Toen dacht ik, oh, het is echt. Elke keer als papa naar Londen ging, dan zei hij dat hij een speler moest kijken. Dus, maar hij had het nou geen speler. Toen zei hij, nee, we hebben nog steeds geen speler. En opeens toen ging hij met mij praten en toen zei hij dat over Londen. Dus dat was heel raar. Maar je vertelde ook niet hoe je reageerde toen papa het vertelde. Ik vond het echt niet leuk. Nee? Nee. Waarom niet? Nou, omdat papa zei dat we misschien dan moesten verhuizen en dat wou ik niet. Dus toen moest ik huilen, vond ik echt niet leuk. En nu? Ja, nu vind ik het wel leuk. Alleen niet als we hier gaan wonen. Dat nog niet? Nee. Ja, succes. Meneer. Doe je boodschapjes? Ja. Dat is gezond, hè, vanavond? Nee. Ja, wel. Ja, we gaan friet halen. Nee. Nee. Links rijden, ben je wel een beetje aan gewend of nog niet? Ja, gaat goed. Je gaat met het verkeer mee. Maar vooral omdat ik automaat heb, en, dat is eigenlijk het grootste probleem. In Schotland zat ik vaak met mijn rechterhand in de deur, zeg maar. Er zat niks om te schakelen. Ja, dan hoef ik niet te schakelen. Dus het is alleen maar gas geven met het verkeer mee. Dus dat gaat tot nu toe vrij goed. Dus ik weet niet hoe deze rit gaat, maar het gaat goed. En de andere Engelse gebruiken, het Engelse ontbijt en dat soort dingen, is dat iets wat je ligt of niet? Ja, ik vind het wel lekker. Spek, bacon, op de club hebben we elke ochtend ontbijt ook. Dus dan neem ik het nog wel eens. Dus nee, dat bevalt me wel. Want dat is natuurlijk wel heel anders. Zijn er dingen die je mist aan Nederland, tot nu toe? Nou, buiten mijn familie om eigenlijk niet heel veel. Ik zou hier wel heel snel kunnen wennen en leven. Jongens hebben elke dag een hesje aan met de GPS-gegevens, dus alles wordt gemeten. Dus 's avonds, meestal soms wel 's middags, heb ik alle gegevens in mijn postvakje zitten, wat de jongens gedaan hebben. En dan kun je heel goed zien wat de intensiteit van die training was, hoeveel meters ze gelopen, hoeveel sprintjes ze gedaan hebben. Wat heb je daar dan als trainer voor de rest aan? Nee, het is meer, want vanuit fysiologisch gezien willen we af en toe inderdaad intensiteit 5 halen, zo ongeveer de conditionele prikkel. Ja, behaal je die ook daadwerkelijk met de oefeningen die je doet, en wij willen heel veel met bal doen. Dus nu kunnen we de discussie gewoon met de cijfers onderbouwen. Dat ze regelmatig ook met bal intensiteit 5 halen. En we willen nog wel veel zonder bal doen, maar ik wil meer met bal doen. Dus ja, dat is handig voor mij. Hier is een beetje statistiek en een beetje meten is weten. Ja, en een beetje gevoel en een beetje emotie. Dus van alles wat. Ik denk dat het ook belangrijk is, maar het is ook wel goed om dingen te meten. Ja, dat is erg handig. But what do you expect from him? To carry on the same style of football that we had last season and get us promoted to the Premiership. Basically, that's all we can have, isn't it? Hopefully, we can start getting to the Premier League and start showing what we can do.
after last season we come so close to getting to the Premiership. Now we want to go for it now and get there. So there's no pressure on Marinus Dijkhuizen? None at all. None at all. Not at all. No. But there you go. Nu wel verrassend leuk. Ja, ik had ze net kippenvel tijdens de wedstrijd. Ik vond het echt heel bijzonder. Het gaat alle kanten op, heel snel. En vooral die gedrevenheid. Vind ik echt gaaf om te zien. Is het je eerste Engelse wedstrijd dan? Ja, sowieso. Ja, ik was ook überhaupt nog nooit in Engeland geweest. En nou voor het eerst een thuiswedstrijd met hele gezin en familie. En helemaal blanco erin natuurlijk. Maar ik vind ze echt, wat ik zeg, echt kippenvel en die gedrevenheid. Welcome to English Football. This is every game, and it's not very hot, I think. It's good, hè? Hoe is het met het Engels? Ja, gaat steeds beter. Je praat de hele dag, dus hier zijn ze al heel snel enthousiast. Dus dat is wel lekker. Hun zeggen van ja, wij kennen geen Nederlands, dus ik vind het super knap dat je de Engels kan praten. Ik moet eerlijk zeggen, maar interviews lees ik of luister ik hem niet zo vaak naar. Want ik denk, in Nederland denk ik dat wel vaak voor mijn eigen ontwikkeling om te kijken van komt het goed over. Ik heb nu nog zoiets. Nou, ik wacht nog even, want ja, dat vind ik wel lastig om naar te luisteren. Ja, als je nu advocaten van Gaal hoort praten, is dat heel herkenbaar. Ja. Ik heb Engels les aangevraagd, omdat ik vooral de voetbaltermen en je hebt hele mooie termen hier zo, maar ja, die weet je niet altijd, dus dat is best wel lastig. Wat is een Engelse term die je al geleerd hebt dan? Ik zat heel vaak aan het coachen, zei ik dieper, maar dieper betekent juist dat je terug gaat, zeg maar, hier zo. Dus het is higher, zeg maar. Dus ja, dat is een kleine fysio wees me even op naar de eerste wedstrijd. Je bedoelt natuurlijk dieper, maar dat betekent dat ze wat lager gaan staan. Ik zeg, oh, bedankt je wel, dat is niet handig. Dus ja, zo leer je heel snel. Ja, het is een stuk groter dan Excelsior. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. We hebben het een beetje in kunnen leren. We hebben televisie gevraagd, een tactiekbord, dat hing er niet. Dus een beetje naar ons eigen ding ingevuld. En als je dan kijkt, die jongens van de statistieken, die hebben nu al berekend voor jou hoe de statistieken in elkaar zitten. Ik zag wel een mail voorbij komen net met alle gegevens. Dus dan krijg je de passing van iedereen, naar wie. Hoeveel succesvol, hoeveel niet, hoeveel kansen gekeerd hebben, hoeveel tegen alles. Dat is iets van 15 pagina's, hè? Geloof ik, hè, Roy, zoiets. Ja. Beelden zijn dan natuurlijk al heel succesvol om te laten zien wat er goed gaat en wat verbeterd kan worden. En dit zijn statistieken, die liegen niet. Dus een bepaalde gevoel richting spelers, dat je
voor hunzelf. Want soms denken ze wel, oh, ik was niet zo goed. Maar als ze dan zien van, hier is een succesvolle basis. Mooi. 77%. Nou ja, dat is voor die gasten goed. En wat heb je hier als trainer aan? Wat lees je hieruit af? Nou ja, je hebt wel een bepaald beeld in je hoofd van hoe ging het, zeg maar. Voor mij is het niet helemaal duidelijk van gisteren, zeg maar, omdat er zoveel gebeurde. Maar ik kan wel voelen dat het eerste half uur aardig was. Nou, dat klopt wel, zeg maar. Zeker in deze fase. Dat is de grote kans van Jota gehad waarschijnlijk. En je ziet die laatste fase voor de rust al heel ver wegzakken. Dat we daarna rust heel slecht waren. Ja, dat geeft ook wat bevestiging, zeg maar. Ja, dit is wel extreem verschil, zeg maar. En zo is het natuurlijk ook de wedstrijd geweest, maar nu zie je heel goed van, het hier en daar. Moet je kijken hoe groot dat verschil dat is. Ja, dat is wel mooi voor je beenplaatje, zie je dat. Dat is wel leuk. Dat had je bij Excelsior niet, hè? Dit hadden we bij Excelsior nog niet. Had Piet nog niet voor elkaar bij Excelsior. Dus je hebt gewoon geluk dat hij mee mocht, zeg maar. Dan leert hij ook wat hier zo. Bij Excelsior zat ik in mijn eentje met de rest van de staf. En hier zitten we met 4 mensen. Niel is er, Wil. Wil is voor de statistieken. Niel is hoofd van het department. En we hebben Luc, die de tegenstanders doet. En ik ben dan verantwoordelijk voor de postmatch, dus na de wedstrijd en tijdens de wedstrijd. Wat wij hier proberen te doen is de data die we krijgen ook echt te gaan kijken van wat betekent het en wat kunnen we ermee? En hoe kunnen we het gebruiken om het team beter te maken? In Nederland zeggen we vaak van we willen druk zetten bij degene die het slechtst opbouwt. En dan kijken we naar de beelden. En dan pikken we 4 goede of 4 slechte momenten uit dat als die verdediger onder druk komt van zie je, hij kan niet opbouwen onder druk. En hier kijken we van hoe zijn zijn statistieken van de speler? Waar geeft hij zijn ballen? Wie gebruikt hij in de opbouw? Dus is hij in de problemen als hij druk krijgt van een middenvelder? Of wanneer komt hij onder druk te staan? Komt hij onder druk te staan omdat hij de paas die hij graag wil geven niet kan geven? Dus normaal gesproken wil hij graag de linksback in spelen, want daar voelt hij zich vertrouwd bij. En nu moet hij opeens de rechtscentrale in gaan spelen en daardoor komt hij in de problemen. Dus dat is het verschil van gebruiken van data en echt kijken van wat de verschillen zijn. Gisteren hebben we, dat is een mooi voorbeeld, hier hebben we op getraind. Dus de standaard situatie dan. En de laatste weken stond onze spits André Gray stond achter de keeper. Toen zagen we eigenlijk dat het rendement niet eruit hield wat we eruit konden halen. Dus we hebben gezegd van zorg ervoor dat je voor de keeper gaat staan. Doe niks, blijf gewoon, hou je positie. En je ziet het gebeuren, laatste minuut staan 2-1 achter. Je ziet zijn positie, hij gaat ervoor staan. Je ziet de keeper twijfelt van wat moet ik nu gaan doen. Hij kiest ervoor om naar de bal te gaan. En hij valt. Geen overtreding. Hij valt omdat hij uit balans is. En onzeker is wat hij moet doen. Ja, we scoren. Maken doelpunt. 95e minuut. Ja, een ontlading op de tribune. En het juichen spreekt voor zich, denk ik. Ja. En één heel opvallend ding is. Er wordt hier veel getraind met speciale coaches. Hè, voor de dode spelmomenten. Ook voor vrije trappen, hoekschoppen. Ja. Dat is iets wat in Nederland nog echt heel weinig gebeurt. Hè. Ja, we nemen wel die hoekschoppen. En we nemen wel wat vrije trappen. Maar specifieker op trainen gebeurt heel weinig, hè? Nee, dat klopt. Hier hebben we Gianni Fio. Die komt van AC Milan. Heeft daar gewerkt met Inzaghi als standaard situatie trainer. Die is gewoon hier bij de club om de standaard situatie te verbeteren. Daar besteden we gewoon 4-5 keer per week aandacht aan. Met presentaties, met sessies op het veld. Met kleine groepjes. Om dat te verbeteren. Want het is gewoon onbegrijpelijk dat als je eigenlijk kijkt naar de hockeywereld waar de strafcorner. Mensen gaan juichen wanneer er een strafcorner is. En dat wordt gezien als een kans om te scoren. En in Nederland krijgen we, of in elke wedstrijd krijg je 4-5 corners of vrije trappen. En eigenlijk moet dat hetzelfde benaderd worden. En om te kijken van, dat zijn mooie kansen om te scoren. Hoe ver ga je met de statistiek? Want voetbal is natuurlijk aan de ene kant gevoel, emotie. En aan de andere kant is het iets heel rationeels. Weet je, de bal moet van A naar B, je moet een doelpunt maken. Ja, tot nu toe is het vooral gericht op het scoutingbeleid. Om spelers te halen. Nou, ik moet zeggen dat elke speler die binnengekomen is tot nu toe is vrij goed. Dus ik denk dat het een heel goed beeld is. Ja, en voor de rest zouden we dit seizoen gaan opvoeren met de statistieken. Kijken wat we wel toe kunnen passen niet. Want er komen al veel nieuwe dingen op me af. Dus niet alles gelijk.
Ja, dat moet ik nog ervaren. Ik ben erg benieuwd. Maar op die scouting dan? Leg dat eens uit. Op welke manier? Nou ja, hun hebben dus elke speler in beeld. Ze hebben op elke competitie hebben ze een fulltimer zitten. En hebben ze een bepaalde wiskundige modellen waar ze allerlei waarden hanteren. Maar ook voor ploegen, aantal kansen creëren, aantal kansen tegenkrijgen, aantal keer dat je in de 16 meter komt, wat tegenstand de 16 meter, en daar hangen ze bepaalde waardes aan. En dan komt daar een beeld uit voor hun. Dus de eerste keer dat ik was, zei ik van nou, laat ik Celsius zien. En dan zag je dat Sander Fischer met 4 sterren bovenaan staan, Tom Verweert tweede, en Alexander Dame derde. Ja, dat klopt precies ook met het beeld wat ik heb van Excelsior op dat moment natuurlijk. Dus ja, ze hebben er een vrij rationele kijk op en ja, dat vind ik wel erg goed. Ben je thuis? Nou, het voelt wel heel goed. Het is een hele informele club. En je merkt ook vandaag zijn alle mensen heel toegankelijk, heel vriendelijk. En heel normaal allemaal. Dus het is hier vandaan om met een driedelig glimpak aan te komen. En dat past hier niet. Dus dat past heel goed bij mij. Dus wat dat betreft is het in het verlengde van Excelsior een prima stap, denk ik. Ik wou niet weg in eerste instantie. Ik ben gegaan en het is gewoon een goede keuze. Wat we tot nu toe meegemaakt hebben, ook wat we gisteren gezien. Ja, al maak je dat maar een jaar mee. Ja, dat is geweldig. Wat mij betreft, ik heb een 3 jaar contract, zit ik hier 3 jaar. Dus, maar ja, dat dacht ik ook bij Excelsior. Dus we zullen zien wat er gebeurt.